Is de kamerman een beeldend kunstenaar? Ja. Ja, hij is een beeldend kunstenaar. Mm-hmm. Hij werkt in een systeem waar hij eigenlijk een craftsman is, een vakman. Mm-hmm. Maar de zelfstandigheid die hij krijgt op de set maakt hem een kunstenaar. Omdat er zijn zoveel beslissingen die genomen moeten worden op visueel niveau. Mm-hmm. En die te maken hebben met het verhaal. Het visuele aspect van het verhaal vertellen is waar de cameraman een overzicht heeft. En al die elementen die komen bij elkaar en die creëren een soort van creatie. Een soort van beeld. Waardoor je kunt zeggen dat inderdaad de cinematographer een grote inbreng heeft op niveau van kunstenaar.